beginnen de huistour. We beginnen hier, kijk. De boten. Mijn andere bootjes. Ik heb deze gevonden in het bosje. Dat zal ik ook even laten zien. Kijk. Private cabin. Heb je hier nog mijn ouders kamer. De zon. Ik weet niet waarvoor dat nodig is. Maar. Oké. Komen we hier aan. Wel een mooie kamer. Heb je nog buiten? Heb je de school dan? Als ik de deur even open doe. Oh nee, we vergeten nog één kamer. We vergeten nog de badkamer. Dit is de badkamer. En de toilet. Dit is de afwasbak. Even een bijtje. Woonkamer. De keuken. Zie je niks onder. Gaan we even naar buiten. Nou ja, anders moet je hem hier roosteren. Dan zijn we buiten. Nou, wat moeten we doen? Waar moeten we beginnen? Een hele lange tuin. We beginnen in de hoeken. We hebben hier de chillhoek. Lekker chillen. In de bosjes. Verstoppelijk een beetje. En gaan we verder kijken. We gaan ook even in het bos kijken. We gaan ook even de buurt verkennen. Hier al. Er zat hier nog een hele mooie boom die lekker zat te ruizen, s'nachts. Dat zal je wel horen. Dan hebben we nog deze daar. Dan hebben we hier nog een schuur. Alles dicht natuurlijk, pot dicht. Zal ook wel wat in zitten. Komen we hier aan. Een verstopplek hoek. Met allemaal huisjes die afgebroken worden en opnieuw opgebouwd worden. Dus dan kunnen we ook een keer even een kijkje nemen. Als jullie dat leuk vinden. Dat is helemaal open. Dan kunnen we stiekem naar binnen daar. Volgens mij. Het zal wel voor de zwerver zijn. Maar we gaan verder. Gaan we naar de bosjes. Kunnen we in de bosjes. Kunnen we hier wel een video ooit een keer maken. Kunnen we helemaal naar de hoek toe. Het geheim allemaal dit. Maar voor de geheime hutten bouwen hier al. Hier kun je hutten bouwen. Dat is ook wel leuk. En een herfst. Nee, hier nog. Wat is dit nou? Een fles. Dan kun je gewoon een oude fles hier. Huh? Schotel. Nog eens slaapkamer. De woonkamer. Wat vies gras hè dit. Ah, dan zijn we klaar. Komen we op het beginpunt weer. Dat is de slaapkamer. Daar eindigen we ook.
Zo. Weer naar onze woon slaapkamer. Dit ding moet er nog steeds om. Nou, dan eindigen we weer hier. Doei.